kan een beetje hulp geen kwaad. Met een slag of een stoot, het is een duwtje waardoor het gaat. Als je slepen moet, dan helpt dat inderdaad. Met kracht, ja ja met kracht. Kracht helpt iedereen. Kracht, het helpt meteen. Op en neer en telkens weer niet van dat slomen. Om weer op gang te komen. Kracht, met een goede knal. Kracht, als een waterval. Stuwend, duwend, knallend. Oh, ik weet zeker dat die zuiger hier ergens is, maar ik kan hem niet vinden. Crusher, deze kant op. Ik heb hem. Waar is hij? Geef hem aan mij. Tada! Pickle, dat is geen zuiger, dat is een tandenborstel. Een tandenborstel? Wat dacht je hiervan? Dat is een stok. En dit? Dat is een aardbei. Ha! En dit dan? Dat is weer die tandenborstel. Oh, maar hoe ziet een zuiger er dan eigenlijk uit? Oh, het is een lang glimmend stuk metaal. Oh, dus zoiets als dat ding daar. Ah, dat is hem, de zuiger. Ik heb hem eindelijk gevonden. Eigenlijk heb ik hem gevonden, maar ja, weet je. Met die zuiger zal ik eindelijk de beste monstertruck van de hele wereld zijn. Ik trek hem uit die modderpoel en daar is hij van mij. Laat hem los, Crusher. Ah, het is Blaze. Ja, Pickle, ik weet wie dat is. Die zuiger is helemaal niet van jou. Die is van Starla. Ha! Maar nu is hij van mij en ik geef hem lekker niet terug. We moeten Blaze gaan helpen. Over op vizierzicht. Nu kunnen we zien wie er harder trekt. Blaze zit op 5. En Crusher zit op 4. Welk cijfer is hoger? 5 of 4? 5! Ja! Dat betekent dat Blaze met meer kracht trekt. Crusher, volgens mij gaat hij winnen. Ik dacht het niet! Crusher zit nu op 7. Welk cijfer is hoger? 5 of 7? 7? Haha! Oh nee! Nu heeft Crusher meer kracht. Moet trekken met de kracht die groter is dan 7. Welk cijfer is groter dan 7? 10! Ja! Ja! Wij hebben de zuiger! Te gek! AJ, geef me plankgas! Jullie zijn terug! En dat niet alleen, Starla. Jullie hebben mijn zuiger! Ja! Super! Goed gedaan, jongens. Zo, nu moet het goed zijn. En Starla, hoe voel je je? Wat zeg je ervan, AJ? Zin om te racen? Ik ben er klaar voor! Ja! Kijk maar om je
Ziezo, de billenblazers zijn weer terug op hun plek. Yeah! Ja! Wasstraat bijna klaar! Kijk je mee? We hebben de borstel en de bellenblazers gevonden. Dan moeten we nu zoeken naar de watersproeiers. Eens kijken hoeveel er weg zijn. Tel je mee? 1, 2, 3. Kom mee, monsterwielen. Dan gaan we op zoek naar de watersproeiers. Yeah! Hey! Kom mee! Ik kom eraan, Blaze! Mijn gevoel zegt dat die watersproeiers hier ergens in de buurt moeten zijn. Aha, daar heb je ze! De watersproeiers staan bovenop dat gebouw. Hey Blaze, hoe krijgen we ze daar weer vanaf? Ja, dat gebouw is echt ontzettend hoog. Ik weet wel iets. We gebruiken deze schans. Ja, als we heel snel over de schans rijden, dan schieten we zo omhoog. En als we hoog genoeg zijn, dan kunnen we bij de watersproeiers. Wacht, Crusher. De schans is nog niet klaar. De hoek is nog niet groot genoeg om... Ben straks weer schoon. Ben straks weer schoon. Ik ben straks... Blaaf! Vuilnis? Jakkes? Kanonnen! Met deze schans kun je niet hoog genoeg springen. Daarom moeten we de hoek van de schans veranderen. Hoe groter de hoek... Des te hoger we springen. Wow, hoog springen! Wowie! Op dit moment heeft de schans een hoek van 5. Dat is niet genoeg. Om hoger te springen hebben we een hoek nodig van 20. We tellen per 5 om de hoek groter te maken. Tel maar met me mee. 5, 10, 15, 20. Naar achter iedereen. Ik spring wel. Tada! Goed zo! Heeft hem! Nu gebruiken we de schans om de watersproeier daar te pakken. Om hoog genoeg te springen, moet onze schans een hoek hebben van 30. Tellen jullie mee per 5 om naar 30 te gaan? Doe maar mee. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Wacht eens, jongens. Nu mag ik. Er is nog één watersproeier over. Wow, kijk hoe hoog gebouw. Geen probleem, jongens. AJ en ik redden dat wel. Om zo hoog te kunnen springen, heeft de schans een hoek nodig van 40. Tellen jullie met ons mee? We tellen per 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35... AJ, geef me plankgas! Yeah! Watersproeier, jij gaat met mij mee! De wasstraat is eindelijk weer klaar voor gebruik. Oh ja! Oeps! Oh, hier nog een stuk. Ja! Yeah! Ziet er goed uit, Blaze. Robot weer, maak me blij. Steel die badge en geef hem aan mij. Een beer! Weg hier! Alle moeren! Crusher heeft een robotbeer gemaakt om de dapperheidsbadge te stelen. Die robotbeer doet precies wat ik zeg. Als ik muziek maak, dan heb jij dus pech. Om de beer te stoppen, moeten we muziek maken die harder is dan die van Crusher. Want dan luistert de robotbeer namelijk naar ons. Oh, deze elektrische gitaar is niet zo hard als de accordeon van Crusher.
Ik weet iets dat het geluid van de gitaar luider maakt. Een versterker. Versterkers pakken het geluid op en maken het veel luider. Kom op, we gaan bouwen. Allereerst hebben we een kabel nodig. Die brengt het geluid van de gitaar naar de versterker. Om een kabel te maken, roep kabel. Kabel! Mooi! En dan nu de speaker. Speakers stoten geluidsgolven uit, zodat jij de muziek kunt horen. Om een speaker te bouwen, roep speaker. Speaker! Zo, en dan nu nog een volumeknop. Als je aan de volumeknop draait, kun je de geluidsgolf versterker maken en daarmee de muziek luider. Om een volumeknop te maken, roep volumeknop. Volumeknop! Ziezo, ik ben een versterker Monster Truck! Kom maar op! Stop hier, stop, luister naar mijn lied. Breng die badge terug, want stelen mag niet. Oh, wow! Moet je horen, Crusher? De muziek van Blaze is nog luider dan die van jou. Wat? Ik zal hem eens een toontje lager laten zingen. Niet luisteren, beer. Ons geluid is sterker. Geen kans, Crusher. Want ik heb een versterker. Helpen om nog luidere muziek te maken. Het volume van de versterker staat op 4. Maar hij kan tot 11. Dan is hij echt superluid. Tel je mee tot 11? Begin bij 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Het is gelukt! Ja! Oh. Ah, het is je gelukt, Blaze! Blaze, stop, beer! Wat was je dapper! Oh, bedankt allemaal. Ik ben zo blij dat de super dapperheidsbadge terug is op zijn plek. Eigenlijk hoort de super dapperheidsbadge nu ergens anders. Huh? Ranger Blaze, het was super dapper dat je het opnam tegen Robotbeer. En daarom verdien je deze. Wow. Wow. Ja. Je hebt hem, Blaze. De dapperheidsbadge is voor jou. Oh, nu heb ik alle drie de badges. Beste Truck Rangers, dat moeten we gaan vieren. Blaze, ga je echt gaaf! Geweldig! Hey, Crusher! Hey, heb je zin om te dansen? Oh, nee, ik heb geen zin. Ik ben te moe. Oh, ik ga hier wel even liggen om uit te rusten. Crusher? Leentje. Ik denk dat iemand anders daar al een dutje doet. Oh ja? Wie? Weer dat stinkdier! Magneten, hechten zich aan metalen. Iets magnetisch heeft een magnetisch veld. Kom metaal maar in de buurt. Hechten zich vlug, geen weg terug. Magneten, hechten zich aan metalen. Klokken schrijven gevallen. Trek metaal naar zich toe, toe. Gabby, wat is er aan de hand?
Mijn moersleutel is weg. Net lag hij er gewoon nog. Maar toen ik hem wilde pakken, was hij weg. Is de geheimzinnige bandiet hier soms geweest? Ja! Zie je de bandensporen? De geheimzinnige bandiet? Ja, die ja! De geheimzinnige bandiet heeft van alles gestolen. Hij heeft de trofee van Blaze, Jack zijn lepel en Crusher zijn speelgoedtruck. Mijn truckie. Hey, geef niet op. We gaan die bandiet pakken en dan halen we al onze spullen terug. Ik ga met jullie mee. Kijk, de sporen gaan die kant op, naar het treinstation. Daarheen, jongens. Daar is hij, Blaze. De geheimzinnige bandiet. Hij probeert te ontsnappen met de trein. Oh nee, hè. Trein vertrekt. De geheimzinnige bandiet ontsnapt. Oh, nu krijgen we onze spullen nooit meer terug. Wow, die trein gaat zo snel. Het lijkt wel alsof hij zweeft. Maar dat kan natuurlijk niet. Treinen zweven niet. Maar die trein wel. Het is een magneetzweeftrein. Magneetzweeftreinen gebruiken magneten om boven de rails te zweven. Ze gaan erg snel. Kijk, er zitten magneten onder de trein en magneten op de rails. Maar in plaats van dat ze elkaar aantrekken, stoten deze magneten elkaar af. En dat maakt dat de trein zweeft. We kunnen de geheimzinnige bandiet pakken als we zelf ook een magneetzweeftrein bouwen. Oké, ik ben een magneetzweeftrein monster truck! Geweldig! Goed gedaan, Blaze! Blaze, zweven! Instappen! Hou je goed vast allemaal. We gaan die geheimzinnige bandiet inhalen. We zijn als eerste op het station. Kijk, daar is de trein van de geheimzinnige bandiet. Goed opletten allemaal. Als de deuren opengaan, kunnen we eindelijk de geheimzinnige bandiet pakken. Oh, ik durf te wedden dat het een gemene, slechte dief is die... Hé, hey, jongens! Ferris? Jij bent niet de geheimzinnige bandiet. Jij bent onze vriend. De geheimzinnige bandiet? Wie is dat? Maar als hij niet de bandiet is, betekent dat dan... dat ik nooit meer mijn truckie terugkrijg? Oh, ik ga dat kleine stuk metaal vreselijk missen met zijn metalen bumper. Hey, wacht eens eventjes. Crusher, zei je nu dat je speelgoed van metaal is? Natuurlijk is hij dat. Het meest glimmende metaal dat er bestaat. Jongens, ik denk dat ik het raadsel heb opgelost. En? Wie is het, Blaze? Wie is de bandiet? Het antwoord is... er is geen geheimzinnige bandiet. Huh? Onze spullen zijn gepakt door een magneet. De magneet aan de takel van Ferris' truck. Huh? Moet je dat nou zien? Mijn magneet heeft allerlei dingen gepakt. Kijk, Crusher, je speelgoed. Mijn truckie, daar ben je. Zware dingen staan niet zomaar stil. Na beweging. De dingen die bewegen. Die blijven vaak bewegen. Squatch, we zijn bijna op het modderfeest. Ja,
We hoeven alleen nog maar over het water naar die steiger daar. Oh, we kunnen er met dit reddingsvlot naartoe. Wat een goed idee. Ja, hè? Dit vlot is helemaal perfect. Het is groot, het drijft en het ligt hier prima naast die struik vol trucbessen. Trucbessen? Oh-oh. Van trucbessen gaat Gasquatch... Vliezen! Oh, nee! Wieldoppen! Met zijn nies blies hij het vlot weg. Gasquatch kan niet meer stoppen. Dat vlot is echt heel zwaar. En zware dingen zijn moeilijk te vertragen als ze eenmaal bewegen. Dat heet inertie. We moeten iets verzinnen om hem te helpen. Bijvoorbeeld een duwboot. Duwboten zijn boten die zware dingen voort kunnen duwen op het water. Een duwboot kan hard genoeg duwen om Gasquatch zijn vlot te stoppen. Snel, dan maken we van mij een duwboot. Het eerste wat we nodig hebben is een romp. Dat laat de boot drijven op het water. Om een romp te bouwen, roep romp. Romp. Geweldig. Nu nog een stootrand om de romp te beschermen als we duwen. Om de stootrand te bouwen, roep stootrand. Stootrand. Als laatste hebben we een schroef nodig die krachtig draait en die zorgt dat onze duwboot heel hard kan duwen. Om de schroef te maken, roep scheepschroef. Scheepschroef. Oké, ik ben een duwboot monster truck. Gasquatch vaart recht op die scherpe tak af. Als het vlot de takken raken, raakt het lek en zinkt het. We komen eraan. Yeah. Wow, dat was echt vet. Yeah. Yeah. We moeten Blaze helpen met duwen. Over op vizierzicht. Op dit moment duwt Blaze met een kracht van 5. Maar om het vlot te stoppen, moet hij duwen met een kracht van 15. Tel mee tot 15. We beginnen bij 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oké. Dat was fantastisch, Blaze. Ik heb nog nooit eerder zo'n bijzondere duwboot gezien. Je hebt me net gewoon gered. Ah, graag gedaan, Gasquatch. Je kunt de wind gebruiken om te varen. Kijk maar. Als de wind tegen het zeil blaast, wordt daardoor de boot door het water geduwd. Dat is windenergie. Windenergie? Rawr, vind ik leuk. Het blaast in het zeil van je zeilboot. En brengt je waar je ook maar heen wil gaan. Een koel briesje, ja, het lijkt een zucht. Vliegers dansen in de lucht. Ik zeg oh, oh, oh. Dat is pas energie. Oh, oh, oh. Het gaat natuurlijk om windkracht. Oh, oh, oh. Windkracht. Yeah. Laat het maar waaien hoor. Windkracht. Oh, oh, oh. Het hele windpark draait als het lekker waait. Windkracht. Onszelf. Hij is helemaal naar de top van die berg gewaaid. Ik ga pakken. Oh nee, Crusher probeert onszelf te pakken. We moeten voor Crusher bovenop de berg zijn. Hey, ik weet iets. We komen veel sneller bovenop de berg als we windenergie gebruiken. We gebruiken een vlieger. Vliegers gebruiken windenergie om te kunnen vliegen. We bouwen een vlieger, zodat we snel naar boven kunnen vliegen. Eerst hebben we een vliegertouw nodig. Dat is het lange touw waarmee je de vlieger kunt oplaten en vasthouden. Om een vliegertouw te maken, zeg vliegertouw.
Vliegertouw! Mooi! En nu de haspel waarmee je bepaalt hoe hoog de vlieger vliegt. Om een haspel te maken, zeg haspel. Haspel! Om de vlieger zijn vorm te geven, maken we een frame. Zeg frame. Frame! En als allerlaatste hebben we een vliegerdoek nodig waar de wind tegenaan kan blazen. Zeg vliegerdoek. Vliegerdoek! Moet je zien! Ik ben een vlieger monster terug! Wow! Je bent een supermooie vlieger, Blaze! Bedankt, jongens. Houden jullie die haspel vast? Deze vlieger is klaar om te vliegen! Wow, yeah! Hij doet het! De wind blaast je omhoog! We zijn er bijna! Dat zeil is wat van mij! Oh, hey! Het is Blaze, de vlieger! Blaze de wat? We hebben het zeil! Yeah! Oké, jongens, haal ons maar naar beneden! Dat was echt geweldig! Bedankt! Dan maken we nu het zeil weer vast aan de boot en varen we snel naar huis. Tadaa! Onze boot is klaar. Goed gedaan, Gabby. Ja, nu kunnen we terug naar Exelstad. Na. Kijk hier, Slowmats. Mijn boot was eerder klaar dan die van jullie. Crusher... Je boot ziet er niet echt zeewaardig uit. En dat is geen zeil. Dat is gewoon een broek. Ha! Mijn zeilboot is de beste boot. Hij is nummer 1. Alleen jammer dat hij zingt. Zingt hij? Oh. Jongens, zullen we ze maar gaan helpen? Ai ai, kapitein Blaze. Pak deze vast! Hoera! Blaze heeft ons gered! Oh, Blaze, je bent mijn held! Oh, bedankt, bedankt, bedankt! Graag gedaan, Pikkel. En dan zeilen we nu snel naar Exelstad. We gaan naar huis! Zo, ik ga eerst eens even uitrusten. Ja! Vanaf nu kan ik heerlijk dobben. Kom mee, volle kracht vooruit, van stilstand naar razend snel. Kom mee, volle kracht vooruit, versnellen maar van 0 tot 100. Pas op! Wow! Oh, nee, hè? Hou vol, Darrington! Yeah. Bedankt, Blaze. Oh, dat ding maakt nog meer scheuren. Kom mee, wegwezen hier. Ah, oh, die scheur komt dichterbij. We gaan te langzaam, dus versnellen! Overal vizierzicht. Om sneller te gaan dan de scheur, moeten we harder gaan dan dit getal, 13. Volgens de snelheidsmeter gaan we 8. Gaan we dan snel genoeg? Nee, we moeten nog sneller! Wow! Tel met ons mee tot 13. Begin bij 8.
8, 9, 10, 11, 12, 13! Woehoehoe! Goed zo, jongens! De aardbeving maken maakt nog een scheur. En die gaat nog sneller! Om sneller te gaan dan de scheur, moeten we volgens de snelheidsmeter 20. Op dit moment gaan we 13. Wat denk je, gaan we snel genoeg? Nee! Schiet op! Hij komt dichterbij! Help ons versnellen naar 20. Tel maar mee. Begin bij 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Oh ja! Stuntmania, we komen eraan! Stuntmania is hier al vlak om de hoek. Ik mag dus als eerste op de superbaan rijden. Yep, nu kan het echt niet meer fout gaan. Sorry jongens, ik ben bang dat vandaag niemand op de superbaan gaat rijden. Oh. Oh, wacht, daar komt iemand. Het is Darrington! Hij is hier! Ja, oké, daar is hij! Daar is hij! Oh, maat, ik zei het toch! Goed gedaan, Darrington! Nu kun je eindelijk de superbaan rijden. Bedankt, Blaze. Maar weet je, ik heb niet zo'n zin meer om mijn stunts helemaal alleen te doen. Waarom niet, Darrington? Omdat ik de superbaan wil rijden met jullie. Mijn beste vrienden van de hele wereld. Zeg eens, wat vinden jullie? Ja! We doen het! Ze gaan naar boven. Darrington en Blaze gaan naar het hoogste punt van de superbaan. Superbaan, daar gaan we! Met een steunpunt en een hefboomstok til je zo alles op. Een hefboom, ja die leert je. Tillen wordt zo licht als een veertje. Wow, 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 wow. Tillen met een hefboom. Duw je één kant omlaag, gaat de andere kant omhoog. Een hefboom, ja die leert je. Dames en heren trucks, het is tijd voor Trackball! Sorry, maar mijn team is het enige team hier, dus wij winnen! Dat zullen we nog wel eens zien! Blaze en zijn team zijn er! Ongelooflijk! Blaze en zijn team zijn er! Ongelooflijk! Oké, jongens. Als jullie straks spelen, wil ik dat jullie één ding heel goed onthouden. Ja? Wat dan, Gabby? Werk samen en speel vooral als een team. Wahoo! Kom op, jongens! Ja! Zet hem op, team! Oké, teams. Het is tijd om te truckballen! Au! Schijnbeweging! Goal! Een punt voor het team van Blaze! Yeah!
Roger! Ja. Dat gaat lekker, dat gaat goed. Laat de rest zien hoe het moet! Carrington! Goal! Ja! Au. Dit is wat ik heel graag doe! Wat een toernooi! Iedere keer als een team scoort, scoort het andere team ook! Time out! Wow, het staat gelijk! Het team dat het volgende punt scoort, wint! Kom op jongens, we kunnen het! We moeten samenwerken als een team en dat beslissende punt scoren! Het team! Oké, jongens, luister goed. We kunnen nog één ding doen om Van Blaze te winnen. Samenwerken? Nee, vals spelen. Ik heb hier iets om Blaze onderuit te halen. Een kannetje superglibberige olie. Drukballen! Succes, Crusher. Wens jezelf maar succes. Slokbout, de bal gleed weg. Nu kan ik winnen. Oh nee, snel Blaze, Crusher gaat het laatste punt scoren. En nu het winnende doelpunt. Wat? Starla, vangen! Jumper, Darrington! Over naar jou, Zack! Zack! Goal! Het team van Blaze wint! Het team van Blaze wint! Wat een wedstrijd! Supergoed gedaan, jongens! We wisten dat jullie het konden! Het was een mooie wedstrijd, jongens. We zijn een geweldig team. Ja! Yeah! Yeah! Het gaat niet snel, dat zul je merken. Als er dingen tegenwerken. Wrijving rem behoorlijk af. Dat is dikke pech bij een hobbelweg. Wrijving. Als dingen gaan scheuren, ontstaat er de wrijving. Als dingen gaan scheuren, ontstaat er de wrijving. Zonder raak je snel in de schrik. Met een beetje dan heb je grip. Wrijving. Als dingen gaan scheuren, ontstaat er de wrijving. Wrijving. Stripes. Zorg dat je bumper niet over de grond sleept. Oeps. Oké, Gabby. Wow, voorzichtig, Zack. Darrington! Gabby! Gabby! Starla, je gaat toch niet zeggen dat jij ook kapot bent? Ja, dat ben ik wel, Gabby. Kijk maar. Er komen ineens allemaal bellen uit mijn uitlaat. Bellen? Oh nee, daar heb ik echt heel veel gereedschap voor nodig. Oh, oh, oh! Dit loopt uit de hand. Hopelijk brengen Blaze en AJ mijn gereedschap snel terug. Het gereedschap is nu van mij! Crusher, achteruit rijden is niet zo veilig. Veilig de pijlig. Ik heb een kist vol gereedschap. Oh, nee! Nu ligt die kist helemaal beneden. Wat? Blaze, kom deze kant op. Ah, snel, Pickle. We moeten eerder bij het gereedschap zijn dan Blaze. Oh, ga jij maar zonder mij. Ik ga liever naar... We moeten eerder bij die kist zijn dan Crusher. Uh-oh, maar je zit een heel stuk voor ons.
We kunnen hem alleen verslaan als we iets glibberigs op de grond leggen. Zodat er geen wrijving is en wij naar beneden kunnen glijden. Hey Blaze, wat dacht je hiervan? Dat is een van Crusher's grote glibberige bananen. Dat is perfect! Ben je klaar? Ik tel tot drie en dan roep je glijden. 1, 2, 3, glijden! Ja! Wat? Later, Crusher! We hebben het gereedschap! Te gek! Goed gegleden, Blaze! Oh, die gasten hebben me verslagen! Alweer! Crusher, ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, maar ik geloof dat je uitlaat is gebroken. Gebroken? Laat het zien! Oh, nee! Crusher, volgens mij kennen wij vast wel iemand die jou kan maken, denk je niet? Wie? Gabby, die bedoel ik. Ze heeft alleen haar gereedschap nodig, weet je nog? Oh, ja. Kom mee, Crusher. Volg ons. Wacht op mij, Crusher! AJ, jullie hebben mijn gereedschap. Graag gedaan, Gabby. Nu kan ik eindelijk iedereen repareren. Zelfs jou, Crusher. Oh, joepie. Het is Gabby gelukt. Ze heeft mijn bellenprobleem opgelost. Hey, ze heeft mij ook gemaakt. Kijk, mijn bumper zit weer vast. Wissers van Zack zijn gemaakt. En ik ga niet meer achteruit. Kauwgom, die heeft dat verzonnen. Een web door een spin gesponnen. Een pleister op een mok geplakt. Wat maakt dat het zo goed pakt? Adhesie, de reden. Zo blijkt het dus stevig zit. Adhesie, de reden. Zo blijkt het dus stevig plakken. Adhesie, de reden. Adhesie, de reden. Adhesie, de reden. Zo blijkt het dus stevig zit. Adhesie, de reden. Daar zijn ze, Pikkel, de superstuiterende banden. Maar Crusher, het wordt nog best lastig om die banden te pakken te krijgen, denk je niet? Nee, dit wordt een makkie. Ik grijp ze gewoon. Hebbes, geef me nu die stuiterende banden. Pikkel! Geen paniek, Crusher. Ik zal je redden. Jakkes. Oh. Wow. Oh. Oepsabloepsie. Wow. Zack heeft spaghetti haar. Wow. Stuiterende banden. Niet stoppen. Nog maar één toefje glazuur en voilà. Zack! Die stuiterende dino-truck gaat recht op mijn taart af. Hou hem tegen! Slotbout, we moeten die banden tegenhouden. En snel ook! Dit is onze laatste kans om adhesie te proberen. Ik heb een idee. We proberen sneldrogend cement. Ja, cement is heel goed voor adhesie. Want als het droogt, wordt het superhard. En om cement te maken, gebruiken we
Een cementmixer! Ik ben een cementmixende monstertruck! Kom mee, Blaze. We moeten opschieten en dat cement starten. Wow, Zack, bijna bij bakkerij! Het cement is gemixt en klaar om te storten. Jij kan me helpen. Dit is onze laatste kans om de stuiterende banden te stoppen. Roep, stort het cement! Stort het cement! Zijn de banden gestopt door het cement? Ja! Ja, te gek! Niet meer boinkies stuiteren! We hebben het stuiterprobleem net op tijd opgelost. Nu weten we dus. Sneldrogend cement heeft genoeg adhesie om stuiterende banden te stoppen. Dankjewel, Blaze en AJ. Jullie Zack redden. Ah, graag gedaan, makker. Zullen we dan nu maar een paar andere banden voor je gaan halen? Ja, banden die niet stuiteren. Zack vindt dat goed idee. Heel goed. Alsjeblieft, Zack. 4 gloednieuwe banden. Hoe voelt dat nou? Nieuwe banden, goed! Kijk! Niet stuiteren! Wee! Hey, Blaze. Wat gaan we doen met de superstuiterende banden? Ik weet wel hoe we daar vanaf kunnen komen. Wacht even, Reese! We hebben iets voor je om te recyclen! Komt in orde! Goed bedacht, Blaze. Nu hoeft niemand zich ooit nog zorgen te maken om die stuiterende banden. 1, 2, 3, 4! In de zon aan het zijn. Wat was een wow-wow. In de zon aan het zijn. Wat was een wow-wow. Doe voorzichtig, evenwichtig. Denk aan zwaar en licht. Iedere kans even zwaar. Ja, dan doe je evenwicht. Zit je op een liftlap, bij je even zwaar. Doe je dat niet, dan kan je het in elkaar. Kijk, kijk, daar treft de junglehorn. Alle boeren, we moeten de junglehorn pakken voordat hij bij de waterval is. Net niet! Laat mij eens! Slokbout! Oh nee, hij is bijna bij de waterval! Ik heb een pedal! Hier, Stripes, hou je maar vast aan mij! Ha! Hemmes! Oh nee, we zijn te zwaar! Het haalt de boomstam uit balans! Om in balans te komen hebben we aan de andere kant iets nodig dat net zoveel weegt als Stripes en ik. De junglehoorn! Ik kan hem gebruiken om mijn vrienden te roepen. Ze kunnen ons vast helpen. Lukt! Daar komen de kikkers! We gaan kijken of de kikkers net zoveel wegen als Blaze en Stripes. Over op vizierzicht. Blaze en Stripes wegen 11. En met elkaar wegen de kikkers... Welk nummer is dit? 3! Ja! Maar 11 is meer dan 3. Dat is niet genoeg om in balans te zijn. Snel, Stripes. Blaas nog eens op je junglehoorn. Ha ha ha!
Daar komen de papegaaien. En daar zijn de apen. We gaan kijken hoeveel die kant nu weegt. Welk nummer is dit? 9. Dat is veel. Maar het is nog niet zoveel als Blaze en Stripes. Kom op, Stripes. Blaas nog maar een keertje. Daar is de panda terug. Hoeveel wegen de dieren nu? 11. Ja! Ze wegen net zoveel als Blaze en Stripes. Oké dan! Het is gelukt, Stripes! Door jouw vrienden is de boomstam in balans. Woehoe! Yeah! Bedankt, dieren. Oké, goed dan. Gaan jullie mee? Dankzij jullie heb ik de junglehoorn terug. Graag gedaan, Stripes. Wij helpen graag. Jullie zijn de beste vrienden die een tijger kan hebben. Toch, dieren? Team gaat winnen. Ik ga zeker winnen. Mijn team is het beste team. Yeah, yeah, yeah. Rudy, teamgenoten horen elkaar te helpen. Niet elkaar vieze rook in de ogen te blazen. Jakkes, Rudy. Blaze en Pickle. Oh nee, ik speel vals en vals, maar die gasten zijn niet te stoppen. Oh, dat betekent dat ik nu wel heel erg vals moet gaan spelen. Ik ga die twee stoppen met mijn grote kaasbal maken. Ze kunnen niet winnen als ze geplet worden door een grote kaasbal. Alle moeren, kijk uit, Pickle! Wow, dat scheelde niets. Ik bedoel, die grote kaasballen hebben zoveel massa. Pickle heeft gelijk. Als we niet oppassen, worden we geplet door die grote kaasballen. Ik heb een ideetje. We bouwen een wegwals. Een wegwals heeft een hele grote rollende ton, die heel zwaar is. Hij heeft natuurlijk veel meer massa dan die kaasballen. En met meer massa kunnen wij die kaasballen pletten. Goed gedaan! Ik ben nu veranderd in een zware wegwals. Monster truck! Wow! Ik ben blij dat ik niet zo'n grote kaasbal voor jouw wielen ben. Kom op, team! Dan gaan we rollen! Als je een grote kaasbal deze kant op ziet rollen, roep plet hem! Plet hem! Dat was geweldig! Bedankt, maar er is vast nog meer kaas onderweg. Hou jullie ogen open en let op. Als je weer een kaasbal ziet, roep je plet hem! Ballen meer voor ons. Hey, waar is Pickle gebleven? Ik ben hier! Ik
jullie aan het helpen. Jullie maken ze plat en ik ruim alles op. Rukkelijk. Je bent een fijne teamgenoot, Pikkel. Oh, kijk. Crusher en Rudy zijn al bij de finish. Oh nee, Blaze, we moeten opschieten. Komt in orde, Pikkel. We halen ze wel in, want we zijn een team. Zolang we elkaar helpen, kunnen we het makkelijk redden. Oké, Blaze, we doen het. Kanonnen, Blaze. En Pikkel. Oh, wat? Oh nee, sneller, Rudy, sneller. En geef gas. Eerst naar links, of gaat die eerder naar rechts? Een kogelbaan. Gaat die straks lekker laag, of gaat die juist omhoog? Een kogelbaan wordt gevolgd door iets dat rondvliegt. Een kogelbaan is de route door de lucht. Bakkerbots! Hey, Bakkerbots! Bakkerbots! Wow. Ze moeten hier ergens zijn. Wacht, volgens mij hoorde ik iets. Wow. Dat lijkt wel... Darrington! Het is Darrington! Blaze, AJ, zijn jullie dat? Ik kan helemaal niks zien. Darrington! Er zit allemaal taart in je ogen. Dat is beter. Wacht eens even, Darrington. Hoe komt die taart eigenlijk in je ogen? Dat was toch zoiets raars? Ik was lekker aan het toeren en toen zag ik ineens rare machines. En toen vanuit het niets, flat, gooide ze zomaar een taart in mijn gezicht. Dat waren vaste bakkerbots. Welke kant gingen ze op, Darrington? Volgens mij naar die kant. Daar gaan ze! Kom op, AJ. Erachteraan. Bedankt, Darrington. Ik zie jullie later. Pas op. Wow. Oh, nee. Ze bakken zo snel. Ze kunnen zelfs muren maken van gebak. Dat zijn te veel donuts. Daar kom ik nooit doorheen. Had ik maar iets waarmee ik al dat gebak aan de kant zou kunnen schuiven. Hé, hey, ik weet iets dat ons kan helpen. Een voorlader. Voorladers hebben een grote bak hier vooraan. Ze kunnen zware dingen oppakken en dan makkelijk verplaatsen. Hé, hey, laten we gaan bouwen en dan maken we van mij een voorlader. Eerst hebben we een grondbak nodig om het gebak op te scheppen. Voor een grondbak roep grondbak. Grondbak! Goed. Het volgende dat we nodig hebben zijn de hefarmen die de bak tillen. Roep de hefarmen. De hefarmen! Het laatste dat we nodig hebben zijn hydraulische cilinders. Die genoeg kracht hebben om hele zware dingen te tillen. Roep hydraulische cilinders. Hydraulische cilinders! Ja! Ik ben nu veranderd in een voorlader. Monster truck! Stap in, AJ. We gaan eens lekker wat gebak opscheppen. Yeah! Blaze! Wauw! Heb je dat gezien? Die Blaze is fantastisch! Ja, echt wel. Uit de weg, cupcakes! Oké! We zijn bijna klaar. Er is nog maar één muur over. De muur van taart. Ja, die taarten zijn echt super zwaar. De voorlader redt het vast met meer kracht. En hij krijgt zijn kracht door de hydraulische cilinders.
Om al die taarten te kunnen tillen, hebben ze een kracht nodig van 10. Kom op, tel mee tot 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Gelukt! Phew. Gelukkig maar dat ik al die extra kracht had. Kijk, Blaze! Daar zijn de Pokémon! Snel, we zetten ze uit! Yeah! Oké, we hebben 3 bakkenbots uitgezet! Yeah!